Dus laat het kind in u spreken en haal een ballon op. Een aantal dat ze hier al dagen op gewacht hebben. Nou, wil jij ook nog een ballon dan? Samenwerking met de King Arthur Groep en de BSO, de buitenschoolse opvang, kabouterhofje, kleuteropvang en speelhof, de BSO. Een bijzondere dag, het is nog wat vroeg, dus ik denk dat heel veel mensen nog een beetje slapen, nog een beetje op gang moeten komen. Maar vandaag valt er heel wat te beleven. En we zijn bijzonder blij dat burgemeester Nodegraaf bereid is om vanochtend dit feest te openen. En dat gebeurt door een druk op de magische knop. En dan gaan de klokken luiden en dan tellen we af en dan mogen de ballonnen de lucht in. Ik wil nu graag het woord geven aan onze burgemeester. Wel, als ik dat zo zie, dan denk ik dat er heel veel mensen zijn die nog nooit een ballon in de handen hebben gehad. Dat alleen al is een historisch moment. Ik wil graag vanuit het gemeentebestuur de Ophof nogmaals, ik heb het afgelopen zondag gedaan, van harte geluk wensen met het 40-jarig jubileum. Heel mooi dat deze week met al die activiteiten zo is verlopen dat iedereen toch met heel veel genoegen kan terugkijken. En ja, eigenlijk is het ook een startmoment, dames en heren, als het gaat over die 40 jaar. Het Driewijkenfeest, wat vandaag echt gestalte krijgt, dat betekent eigenlijk dat we het hebben over contact, over ontmoeting en over verbinding. Contact, ontmoeting en verbinding. En dat betekent dat u een uitstraling heeft naar de hele wijk, eigenlijk naar drie wijken. En dat betekent ook dat mensen hier welkom zijn. En ik had het net al even met de voorzitter van de kerkraad erover, meneer Koedijk, dat dat ook een soort moment is, als je naar de toekomst kijkt, dat je hoopt dat mensen dan ook de Ophof weten te vinden. Dat is belangrijk, denk ik. Dus dat de Ophof een uitstraling heeft naar de omgeving, maar juist in die verbinding en in die ontmoeting om mensen bij elkaar te brengen. Want uiteindelijk gaat het daar denk ik om bij u ook. En die zon heeft altijd een uitstraling. Die straalt altijd uit. Ik wil u graag nogmaals van harte geluk wensen met dit bijzondere jubileum. En het lijkt me goed om nu toch, wat is dat allemaal te popelen, want ik zag er al een paar de lucht in gaan. Daar gaat hij dan. Daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja. Dit, burgemeester, dank u wel voor het openen van het wijkfeest. Marijke en ik zijn van de kinderopvang Knijntje hier in Soest. We hebben 2 weken geleden ons jaarfeest gehad. Het project van Ellen Beukema aanbieden als, om bij scholen in Ghana te kunnen ondersteunen. Jullie waren er zelf ook met de stand, hebben ook heel hard meegelopen. We hebben hier foto's van het geheel bij geplakt. En dan ons is de eer om te mogen onthullen hoeveel geld op die dag opgehaald is. Het zijn de BSO-kinderen die de sponsorloop hebben gedaan. En die daar ook zelf de spullen voor de kunstmarkt hebben gemaakt. Nou, misschien wil jij de envelop eruit halen. Er zit een check in. En het geld zullen we naar jullie overmaken.
maken. Dus haal het er maar eens uit en bekijken wat erin zit. €1176. Geweldig! Doen. En daar gaan jullie zeker weer wat van terugzien met ons samen. Super. Dat lijkt me een heel goed plan. We hebben dit eigenlijk bedacht omdat wij toch al 4 jaar hier bij de Open Hof mogen zijn met onze buitenschoolse opvang en met de peuteropvang. We hebben hier een hele goede plek gekregen en ik denk dat samenwerking met name ook met jullie toch wel heel erg leuk is. Dat we op deze manier ook wel in het klein een beetje kunnen bekijken dat we wat voor elkaar kunnen betekenen. En in deze zin ben ik eigenlijk ook heel erg blij dat de King Arthur Groep erbij gekomen is. Ik weet niet of jij daar zelf nog iets over wil zeggen. Maar in ieder geval, de King Arthur Groep is afgelopen jaar ook gestart met ouderenopvang. En ik hoop eigenlijk echt hier, meneer de burgemeester, dat we kunnen laten zien dat we ook in Soest toch de handen ineen kunnen slaan. En zowel met de kinderen als de ouderen als voor maatschappelijk belang met elkaar wat kunnen doen. Dus bij deze, we maken er wat van. Ineke en Marijke, zeer hartelijk dank. Het is misschien inderdaad goed om even iets te zeggen over de King Arthur Groep. Die staat daar helemaal links achter in de hoek met een stand. Mocht u nog niet weten wie de King Arthur Groep is, zij kunnen er alles over vertellen. De King Arthur Groep is op het moment 2 dagen in de Binnenhof voor de opvang van licht dementerende ouderen. En doen dat op een fantastische manier. En zoals het er nu uitziet gaan ze de komende maanden uitbreiden naar meer dagdelen. En dat betekent dus dat de komende maanden er 4 dagen opvang is. En dat kan allemaal in de Open Hof. Daarnaast hebben we de BSO aan de andere kant. Dus jong en oud vindt hier overdag al een dak boven hun hoofd. En door de week, 's avonds, maar ook af en toe overdag, zijn er activiteiten van de wijkgemeente. De protestantse wijkgemeente West, de Open Hof. Dan zeg ik het helemaal officieel. En we hopen zo met elkaar hier voor de komende jaren ook echt een buurtcentrum te mogen worden waar iedereen zich thuis mag en kan voelen. Er komen meer en meer inloopmomenten en daar zult u in de komende tijd zeker meer over gaan horen. En we zijn heel erg blij met de bijzondere samenwerking met de 3 WBT's vandaag en wat ons betreft ook graag voor de toekomst. En dit buurtfeest is een prachtig initiatief. En ik moet zeggen, ik mocht de voorbereidingen meemaken. Ik heb alleen al genoten van het enthousiasme van de WBT's. Hoeveel inbreng daar was en hoeveel inzet om dit vandaag tot een groot buurtfeest te maken. Nou, er is heel veel te doen. Wilt u ergens aan meedoen, dan is het vriendelijke verzoek om bij Yvonne een bonnenboekje te kopen voor 1 euro. En dat mag toch de pret niet drukken. En met dat bonnenboekje kunt u de hele dag overal terecht en zijn er hapjes en drankjes. Dus schroom niet om bij haar een bonnenboekje te halen. Ik wens ons vandaag een hele fijne dag toe. En we hopen dat het weer een beetje meezit. Het is weer droog en volgens mij blijft het gewoon droog. Een hele fijne dag. Ja. Nou, we hebben vorige week veel in de krant gestaan. Het ging ook over het levenswerk. Ja. En daar hebben we echt hele leuke reacties op, moet ik zeggen. Want mensen vinden het ontzettend leuk om hun levensverhaal te vertellen. Ja, heeft u misschien ook wel. Ja, u heeft zoveel herinneringen. En het is zo leuk straks voor familie en vrienden. Mijn moeder is bijna 90 jaar. Ik ben daar zelf mee begonnen. Echt heel leuk. Ja, echt heel leuk. Het werkt echt. Ja, het werkt echt. Wat gewoon zo ontzettend leuk is, dat je als die herinneringen vervagen, kun je met dat boek altijd met elkaar in gesprek gaan. Want die foto is toch wel van, weet u nog maar, toen waren we daar op vakantie. Of toen heb je dit gedaan, of dit vond u zo lekker, of uw lievelingsrecept. Ja. Ja. En dan ga je met elkaar in gesprek en dat prikkelt dan het geheugen. Absoluut. En dan komt het allemaal weer boven. Ja, je merkt het wel. Voor de hoed door te vragen en dan weet je gelijk wat die meneer en mevrouw, wat zijn levens geweest. Ja. En dan kan je toch heel anders met elkaar in gesprek. Want je kan eigenlijk heel moeilijk vragen, waar woont u? Nee, maar als je het boek hebt gelezen, daar komt u vandaan. En dat is heel anders het gesprek ingaan. Precies, je moet zelf wat aandragen. Ja.